Zo, een goedenavond allemaal. Daar waren we weer. Zo, nou, vanavond gaan we lekker aan de slag met, nou ja, mixed media, kaartje maken, leuke dingen, veel spullen, want het ligt overal hier momenteel. Maar het wordt vast... Vast leuk, lekker kliederen en een beetje freewheelen met mooie spullen. En ik dacht, nou weet je, laten we eens het thema Valentijn doen. Want dan hebben we nu, als we daar nu mee beginnen, hebben we nog een dikke 3 weken, ietsje langer zelfs nog, om een kaartje voor elkaar te boksen. En ja, wie weet van jullie dames, hebben jullie wel heel veel kaartjes te versturen met Valentijn? Nou, ik zelf verstuur er altijd 0, dus dat is hartstikke veel. Maar nou, ik ga aan de slag met deze super schattige nieuwe stempels van MFT. Ik pak het er even bij, als ik dan tenminste niet een domino effect ga krijgen hier. Met alles wat ik heb opgestapeld. Maar het zijn deze stempels van My Favorite Things. En daarin zie je dus al deze leuke schattige... ja, kroelerige diertjes, waaronder olifantjes, mijn favoriet, dan is het al gauw goed. En ik ga aan de slag. Ik heb deze super schattige dingen gecombineerd met iets stoerders van Aal. Aal & Create. En dat moet ik ook even opgraven uit de bakjes. Alles in een bakje gedaan, zodat ik het niet kwijt zou raken. En die heeft 3 soorten hartjesstempels. Deze 492 met echt alleen hartjes. Perfect om in je achtergronden te combineren. Of net zoals heb ik hier gedaan in die, bij die olifantjes erachter. Je hebt deze. Die heb ik hier als achtergrond aan de zijkanten bijvoorbeeld gebruikt. Dat is nummer 534. Die is super leuk te gebruiken. En je hebt deze lange voor slimlijnkaarten. Met al die hartjes, nummer 438. En die heb ik dan weer gebruikt. Met allerlei verschillende kleuren door elkaar. Op deze slimlijnkaart. Dan heb ik ook nog verschillende mallen gebruikt. En ik vertel het nu alvast, dat als mensen later binnenstappen, dan hoeven ze alleen het begin van de lijf maar even terug te kijken voor de producten. Stempels, even hier aan de kant. Wat hebben we dan? De mallen. Daar komen ze. Er zijn van Studio Light, en ik heb er daar maar 2 van, zijn er een 4-tal nieuwe kaartenmallen uitgebracht. Daar heb ik onder andere deze kaart mee gemaakt. En die zijn leuk, want kijk, dat zijn van die kaarten die kan je zo leuk... Ja, dit werkt natuurlijk voor geen meter, dit zegt niks. Maar die kun je zo leuk neerzetten met... een 3D effect erin. Die zijn, ja, die doen het altijd bij mij in elk geval goed. Dat maakt je kaart gewoon net even bijzonderder. Die is er ook in het rond, waardoor je dus dit effect krijgt. Die is er ook nog met een hart. Dat is deze. Komt-ie. Een beetje dichtbij houden. Een vieze nagel van de... Ik heb net nog even een achtergrondje gemaakt. En er is nog een vogelhuisje van, deze. Nou, wil je die nou allemaal met mooie voorbeelden bekijken? Dan heeft Anneke Voskuil, geloof ik, vanmiddag een live gedaan met Studio Light daarmee. En voor de slimlijn heb ik de mal gebruikt van de Sweet Stories. En dat is deze. Dat is dus een hele lange mal met die leuke gaatjesrand erlangs. En een dubbele nested die met stikrandje. Joehoe, ik hou van stikrandjes. Dus dat is ook hartstikke fijn. En dat is ook, ik ben net vergeten de nummers op te noemen. Maar ik zal zo het linkje delen. De SLSS CD153. Daar heb ik laatst ook bijvoorbeeld deze... heel de bak ondersteboven. Deze pinguïnkaart meegemaakt. Die... Ja, die is ook super grappig. En die heb ik dus helemaal gemaakt met die slimlijn mal die ik net liet zien. Producten van vanavond, die zijn natuurlijk weer te vinden
op de website van de duif. De link die zou ik nu kopiëren. Eventjes in de chat gooien. Plakken. En daar gaat hij. En dan gaan we nu lekker aan de slag, want ik heb genoeg te maken met jullie vanavond. Dus ik hoop dat jullie lekker kijken en dat jullie het ook zelf natuurlijk gaan maken. Ja, spulletjes aan de kant. En dan begin ik met die lange kaart, met die lange stempel van Auw. En dan hoop ik dat ik daarna gewoon nog meer tijd heb. Stempelhulp erbij. Dan kom ik een andere stempel nog tegen. Die moest ik even er nog afhalen. Zo, ik dacht net al, waar is die? Zo, nou, dan begin ik met die lange stempel. Want ik wil jullie graag laten zien hoe ik wat meer kleurige effect erop gekregen heb. En ik heb deze iets minder valentijnig gemaakt. Ik heb daar gewoon kleuren gepakt die bij die giraffen passen. Dat hoeft natuurlijk niet. Je kunt ook daar knalroze voor gebruiken. Maar ik dacht, nou, ik pak iets giraffigs. En kleuren dan natuurlijk die erbij passen. En zo. Dan ga ik werken op een aquarelvelletje. 200 grams van D-lines papier. Je kunt ook het Florence papier nemen. Dat is allebei even prima. En zo. Die zet ik vast met magneetjes. En voor de zekerheid doe ik daar eventjes nog een aquareltapeje langs, zodat die echt niet los kan gaan. Zo. En zo. Nou, dit gaat niet meer los. De stempel ligt hier. Hopsakee, die doe ik erop. Nou, dat gaat precies goed komen. Zo. En dan klap ik mijn stempelhulp dicht. Nou, en dan begin ik. Ik heb een aantal kleuren Distress gepakt. En ik zie dat die net niet helemaal in beeld past. Ik ga even de camera wat hoger zetten. Momentje. Zo, dat is net iets beter. Want dan kunnen jullie net helemaal zien wat ik aan het doen ben. Ik heb daar een aantal dus Distress kleurtjes voor gebruikt. Ik heb Oxidus, gewone inkt. Allemaal door elkaar gebruikt. Dat maakt helemaal niks uit in dit geval. En ik ben begonnen met deze kleur Scattered Straw. Daar heb ik het een en ander mee beïnkt. En afgedrukt. Die staat er nog niet goed op. Af en toe hier en daar misschien ietsje harder duwen, zodat hij nog wat. Ja, dan komt hij beter. Maar het geeft ook niet als hij niet helemaal netjes is, want vervolgens gaan we gewoon verder. Ik doe hem wel een klein beetje af met een doekje. Voor ik met de volgende kleur verder ga, want anders worden mijn inktpetjes allemaal helemaal foezelig. Zo. En dan ben ik met de vintage foto, ben ik op andere plekjes kleur aan gaan brengen. Bijvoorbeeld die hartjes. Is dat te zien? Ja. En daarvoor heb ik de Distress mini inkjes gepakt, want dat is ontzettend handig. Want met die mini inkjes kun je namelijk gewoon een klein gebiedje beïnkten, zonder dat het gelijk overal zit. Nou, dat heb ik weer afgedrukt. Zo. En ik ben weer verder gegaan. Ander kleurtje die erbij eigenlijk onmisbaar is, is de Black Suit. En die Black Suit die heb ik ook gebruikt voor die labeltekjes. Er zitten er een paar van op. 2 in elk geval. Weet ik. 3 zelfs zie ik. Zo.
En die druk ik er overheen ook weer af. Zo. En zo krijg je een heel multicolor effect van je stempel. Als je deze techniek toepast, licht beginnen, donker eindigen. Dus ik ga nu niet met mijn geel over mijn zwarte inkt, dat heeft totaal geen nut. Dus altijd met je lichtste kleur beginnen, in dit geval de geel. En dat bouw je op naar steeds donkerder. Nou, dan gaan we met de zwart, en dat kun je ook vegen, een beetje. Dan gaan we nog wat aanbrengen. Hier en daar zo'n beetje tekst. Een beetje zwart in de achtergrond. Zo. En dat doe ik dus allemaal met die kleine oxide inkjes. Dat gaat hartstikke goed. Even kijken. Dan nemen we nog een beetje vintage foto, want hij mag nog wel wat donkerder worden hier ook. Zo, en ik smeer wat. En ik veeg wat. En ik druk het weer af. En zo krijg je dus een veelkleurig effect in je stempel. En wordt die steeds mooier, steeds donkerder. Maar er is nog meer. Als je nou op een gegeven moment denkt van nou, ik vind hem daar niet zo mooi en gaal worden. Dan kun je meerdere dingen doen. Bijvoorbeeld dit hartje. Dat is nog niet mooi en gaal. Dan kan ik er nog een laagje op aanbrengen. Dat kan natuurlijk altijd. Zo. Kan ik het even ingedrukt houden, zodat de inkt nog iets beter intrekt. En dan heb ik dit. Maar wat ook kan, is even een penseeltje pakken. Een penseeltje maak ik alleen maar nat. En ik ga in dat hartje. Met mijn penseeltje. Want we krijgen toch een aquarel effect erin. En zo kun je dus je distress inkt prima egaliseren. Hier ook. Ga er maar in met een vochtig penseel. Dan kun je die vlakjes kun je dus zo meer kleur geven. Je brengt niet eens meer inkt aan, maar door je verspreidt die inkt. Waardoor het dus mooier wordt. Hartstikke handig. Dan vind ik dat die zwarte dingen nog wel wat duidelijker mogen zijn. En dan stempel ik hier op mijn, ja, nog steeds in beeld. Op die stempel eigenlijk alleen maar met een hoekje van het inkpad. Meer gebruik ik er niet van. Alleen een klein hoekje. En die druk ik even goed af. Ik laat hem even ingedrukt. En zo. Kijk, en daar zijn ze. Nou, zo bouw ik dat op. Net zolang tot ik tevreden ben. En zo heb je dus meerdere kleuren. Zoals die drie hartjes hier. Nou, ik doe maar ook een beetje bruin erin. Hartstikke leuk. Ik vind alles hartstikke leuk vandaag. Zo. Kijk, en dan zijn die hartjes ook bruin. En zo bouw je het steeds verder op tot je denkt... Zo ben ik tevreden. Nou, tevreden zijn we nooit. Want we hebben nog... Even goed kijken dat ik de goede dopjes op de goede dingen doe. Met al die donkere inkpads. Er is nog meer. Want hier aan de achtergrond, daar is nu nog een beetje weinig aan de hand. Dus daar ben ik ingegaan met Daniel Smit verf. En daarvoor heb ik gebruikt de Yellow Ochre. Een beetje Java Pie Genuine. Dat heb ik gedaan. Zo, pak ik een penseel. Ik heb nu niet mijn lapjes nat gespoten. Dat ga ik eerst doen. Dat is beter voor je penselen ook. Zo. En ik laat mijn stempel en mijn werk gewoon nog even zitten. Als ik nou straks per ongeluk een randje kwijt ben, of ik wil ergens nog iets meer diepte hebben, of weet ik het, dan kan ik er nog wat mee. En dan ben ik hier langs die stempel met Daniel Smit kleur aan gaan brengen. En ja,
De inkt vloeit wat uit, dat heb je met distress. Als je dat niet wil, dan moet je eerst inkt aan, of eerst verf aanbrengen. Maar het kan mij echt niet schelen. Het is nog steeds een aquarel effect wat ik in mijn stempel wil hebben. Als je het vervelend vindt, dan moet je zeker voor je zwart bijvoorbeeld een andere kleur nemen. Je kunt het ook gewoon een beetje wegpoetsen zoals je hier ziet. Mij maakt het niet uit. Je stempelt er straks of je poetst er straks overheen en je hebt weer iets heel anders. Nou, dus dan breng ik wat kleur aan. Rondom en er dwars doorheen. En ja, dat mengt met elkaar. En nee, dat vind ik niet erg. Behalve, dit is misschien een beetje te veel van het goede. Het is tenslotte nog steeds eigenlijk een beetje je achtergrond. Hè? Je hoofdonderwerp die komt nog. Het is alleen maar om wat meer kleur in je kaart te krijgen. Want anders is die zo kalig. Ja, ik ben niet zo van het hele clean en het hele niet in dit soort dingen. Ik vind dit moet juist een beetje spelen, een beetje leuk zijn. En als je daar dan ook alweer op gaat zitten mutsen. Ik zit al te vaak te mutsen op dingen. Dan heb ik besloten, dit mag gewoon lekker losjes en lekker gaan zoals het gaat. Spetters. Altijd belangrijk. Nou, dit zijn gewoon splashes, nog beter. Eigenlijk. Nog steeds met die yellow ochre. Je kunt ook, en daar had ik de Java Pie voor gepakt, uiteraard spetteren met bruin. Nou, zo krijg je dus een stoere achtergrond. Bij super schattige girafjes. En strakjes, dan stans ik deze uit. En dan wordt het allemaal nog wat leuker. Kunnen we er nog meer schaduw in aanbrengen. Maar dit is ongeveer de basis van wat ik heb gemaakt. Zo. Nou, dan blazen we dit een beetje droog. De rest laat ik heel even aan de lucht drogen, want ik ben bang dat het anders allemaal zo hobbelig wordt. En ja, hij gaat nog door de stansmachine, maar Hanneke, nee, de Java Pie lijkt niet op die Goethite, of hoe je het ook uitspreekt. Die heb ik hier ook, maar die is, wacht, ik heb een snipper. Toevallig net, let maar op, de Java Pie is veel mooier, helemaal met veel water. Even kijken hoor. Dit is de Goethite Brown Ochre. Die ziet er zo uit. Heel waterig en heel licht. En de Java Pie, waar is die? Die is hier. Dat is een veel mooiere kleur bruin. Ik hoop wel dat je het een beetje kunt zien. Ik ga het even dichterbij houden. Dan, dit is die Goethite Brown Ochre. En dit is die Java Pie. En als we dan helemaal volledig willen zijn. Die Yellow Ochre. Komt-ie. De Yellow Ochre, die ziet er zo uit. De hand eronder. Dus nee, dat lijkt niet op elkaar. Echt die... Heel eerlijk ben, die Goethite, die Brown Ochre, die gebruik ik niet zo vaak. Die vind ik iets te flats voor mijn. Maar die zat in een. Ik had dus een basisset gekocht. Nou, deze ging aan de lucht drogen, had ik gezegd.
Dan is alleen even de vraag waar. Doe maar even daar. En dan wil ik mijn girafje. Want dat girafje, dat heb ik gekleurd. Daar is die. Ik heb deze al uitgeknipt. Dan hoefde ik dat lekker lijf niet te doen. Kunnen we een klein beetje opschieten. Dat is ook wel fijn. Ja. En dan breng ik met penseeltje 4. Zo. Penseeltje 4 breng ik yellow ochre aan. In die girafjes. Dat doe ik aan de onderkant vooral. Zit je mijn huilertjes te sturen, Josette? Dat vind ik niet aardig. Maar het is dat je er oeps bij zegt. Nee, ik ben heel de dag, de kinderen zeiden vanmorgen, juf, wat bent u druk. ik was aanwezig in de klas. Maar het was heel gezellig. En geloof me nou, als mijn klas zegt dat de juf druk is, dan hebben ze gewoon gelijk. Zo. Ja, wat ik dus nu gedaan heb, is een dun laagje van de yellow ochre aangebracht in het stempeltje. Met een beetje schaduweffect. En de schaduw, die bevindt zich dan hier ook op de, zowel, zo, gosje mina, vooral aan de onderzijde van het beestje. En op de rug, daar komt dan wat meer licht binnen. Dus daar is het dan lichter. Zo. Ik ben nu ook trouwens al heel ver uitgezoomd weer. Maar dan moet ik straks dat lange ding er weer onder doen. En dan past het weer niet. Nou, en dan ga ik met de Java Pie. Of had ik nou de... Ja, nou ja, ik doe nu met de Java Pie. Doe ik die stipjes. En dan zet ik in die stipjes... Even wiebelen. Zo. In die stipjes, of in die vlekken, zet ik een klein beetje kleur. Allemaal een beetje aan de linksonderzijde. Vervolgens pak ik water. En met water vloei ik dat uit. En ik heb toch de Transparent Brown Oxide voor dit gebruikt. Met de Java Pie heb ik de spetters gedaan. En die Transparent Brown Oxide is namelijk nog donkerder. Van bruin. Donkerder bruin heet dat. En zo. En dat poets ik er een beetje doorheen. En dan probeer ik het zo dat het wel een beetje donker aan één kant blijft. Natuurlijk hoe kleiner het vlekje, hoe lastiger dat het allemaal is. Maar het lukt wel. Dit is wel even een geduldwerkje. Want het zijn natuurlijk geen reusachtige stempels. Maar wel de schattigste. Voor babykaartjes, voor Valentijn, voor, ja, noem het maar op. En ik heb ze nu heel braaf giraffenkleur gemaakt. Maar waarom geen roze? Waarom geen, kan allemaal? Had ik eigenlijk wel kunnen doen. Had ik een andere kleurkaart gehad. Maar ja. Te laat.
Hij wordt nu niet zo mooi en netjes als wanneer ik het allemaal op mijn gemak zou kleuren. Ja, ik wil natuurlijk ook een beetje opschieten omdat ik wel die kaart af wil maken. Voor morgenochtend 6:30. En het feit dat ik die stempel al heb uitgeknipt maakt het op zich ook niet makkelijker. Maar ja, dat heeft alles te maken met de tijd die je hebt vandaag. Ja, staartjes bruin. Maak er nog eentje met roze. Nee, ik ga het anders doen. Ik daag jullie uit om er eentje te maken met roze of rare kleuren. Mintgroen, goud, weet ik het. Doe maar lekker, verras mij maar deze week met allemaal giraffen en beestjes in leuke rare kleuren. Maar vergeet me dan niet te taggen. Want ik wil natuurlijk wel zien wat jullie allemaal produceren. Welke maat penseel gebruik ik nu? Een 1. Cassaneo nummer 1. Oh, flats. Want dat is voor die vlekjes wel echt... echt handig. Tenzij je een heel puntig penseel hebt. Maar die Casaneo's die zijn redelijk rond. Wat ook prettig werkt. Maar is dan natuurlijk in die kleine stipjes eventjes even wennen. En het grotere werk heb ik met nummer 4 net gedaan. Nou, is makkelijk toch, Yvonne, dat alles terug te kijken is. Ik heb op zich wel, denk ik, iets leuks laten zien met de inktjes, net. Door ze allemaal tegelijk door elkaar te gebruiken op zo'n stempel. Nou, nog een beetje schaduw in het oortje. Zo, een beetje bruin erin. Hier ook. En hier ook. Nou, mijn penseel is wat te droog. Maar dan pak ik water. En dan krijg ik toch mijn zin. Want die verf die vloeit wel natuurlijk. En je kunt die stempeltjes natuurlijk inkleuren met elk favoriet kleurmedium. Maar ik vond deze yellow ochre zo mooi passen bij dan weer die kleur van de Scattered Straw. Die ik gebruikt heb. En de Scattered Straw. Je zou het zelfs met je Distress inktjes kunnen inkleuren. Dat gaat natuurlijk ook heel goed. Alleen de Scattered Straw. Die heb ik alleen weer in een oxide inkt. En niet in een gewone Distress inktje. Dus dat feest ging niet door. En ze hebben bij de Duif. Dat is misschien ook wel even leuk om te zeggen. Nu ook al die oxide mini inktjes. Allemaal los. En dat is echt wel fijn. Want ik had... vroeger heb ik er dus een paar losgekocht, dan weer een setje gekocht, dan weer losgekocht. Maar als je dan een kleurtje wil hebben, dan is het ook handig als je die mini-inkjes ook los kunt kopen. En dat kan dus sinds kort ook bij de Duif. Nou, hier hebben we dus nu het girafje. Dan hebben we hier de achtergrond, die ondertussen redelijk geschikt is om... En bossen. Of niet, de embossen, de stanzen. Even kijken of die echt droog is. Nou, daar zit nog één dingetje, zie ik. Ik heb nog een droogdoekje. Ik ga maar even met mijn mouw. Keukenrol splijten. Nou, oh, hier. Zo. Nou, deze die stans ik even uit. Daar moet ik even moeilijk voor doen. Maar, en ik zoom hem even terug. Zo, mogen jullie even naar de giraffe kijken. Doe ik even moeilijk hier op de grond. Want daar staat mijn stansmachine nu. En dan neem ik dus deze stansen set. En dan stans ik die middelste, die stans ik uit. Ga los. Ja.
daar is die. Zo. En waarom doe ik dat niet eerst? Dat kan wel, maar dan ligt... omdat ik met verschillende kleuren gestempeld heb, is het minder makkelijk als deze zo in je stempelhulp zit. Want gaat die makkelijker schuiven, ga ik dit afplakken, zit ik daar weer met lelijke lijnen. Dus vind ik het zelf makkelijker om het na afloop dus te doen. Maar ik vind hem nog niet kleurrijk genoeg. Ik wil nog wat van die mooie yellow ochre langs de randen hebben. Hier. Zo. Dus ik breng daar gewoon nu weer nog verf aan. Met een nat penseel kun je dat laten vervloeien. Je kunt het ook gewoon lekker zo op laten drogen. Doen we aan de andere kant ook. Kijk, en nu kun je dat ook mooi doen, want nu weet je precies waar de rand zit. Zo. Hier laat ik wat vervloeien. Zo. Beetje van die Java Pie Genuine erin. Van die mooie, mooie bruin. Aan deze kant ook. Nou, en dit doe ik dus niet netjes. Dat is gewoon gaan. Zo. Dan hebben we... Oh jeetje, die heb ik niet gepakt. De schaduw, die breng ik eigenlijk doorgaans aan met de Inktense potlood. Nu moet ik alleen even ontzettend gaan graven. Want ik heb weer opgeruimd terwijl ik spullen klaarleg. Nou, dat valt me, ik heb hem al. Die maar daarin. Met het Intense potlood ga ik langs die hartjes schaduw aanbrengen. Nou, dit hebben jullie mij echt wel vaker zien doen. En zo. Met een penseeltje laat je dat aquarel potlood vervloeien. Dan komen dus die hartjes, die komen nog wat beter naar voren. Waar werk je op? Oh, dit is gewoon een plankhout. Ik heb mijn eigen tafel. Is nog, die is koloniaal bruin. En dat is hartstikke leuk. Maar als je daar een lamp op zet, dan gaat dat heel erg schitteren in de camera. En dat is nogal vervelend. Dat is echt niet geschikt voor lijfs. Dus toen ben ik naar de bouwmarkt gegaan. En toen heb ik een plank gehaald. Een multiplex. En die heb ik in de bijts gezet. Dus dat is mijn ondergrond tegenwoordig. En dat duurt al best wel een tijdje, want ik had gedacht van nou, dat is 2 keer verf erop en dan is die verpest en dan gebruik ik hem niet meer. Maar dat viel op zich nog helemaal niet tegen. Zo. Nou, dan heb ik al wat meer schaduw erin. Die komen straks hierop, ongeveer. Daar komt uiteraard ook weer schaduw omheen. En dan had ik nog, dan moet ik mijn bakje er even bij pakken. De textures, want die textures die zitten dus ook bij die set van MFT. En die heb ik op een zwart stukje kaartstok, heb ik die met wit geëmbost. Kijk, en hier heb je dan die textures. Deze wil ik nog gebruiken. I can never, nou ja, goed, ik ga ze niet allemaal voorlezen. Hier zijn ze. En ik heb dan in deze kaart heb ik gebruikt I will always choose you. Nou, en deze ga ik... deze erop doen. I can never be close enough to you.
Knippen we hierdoor. Zo. En die kunnen straks hartstikke leuk hier onderin erbij komen. Maar hij is nog niet af. Ik ben nog steeds niet tevreden. Ik pak mijn vintage foto weer even. En ik heb deze hartjesstempel van Aal heb ik erbij gepakt. En daar breng ik een beetje vintage foto aan op een stukje van die stempel. En die druk ik gewoon af zonder iets. Ik heb hier nog roze van de vorige keer. Dat zullen we maar wel even weghalen. Er zit nog roze aquarelverf. Deze kaart was juist eigenlijk anti-roze. Zo, vintage foto erop. Op de hoek leggen. En afdrukken. Dan krijg je net nog, ja, in plaats van spetters, krijg je dus die hartjes allemaal. Nou, hoe leuk wil je het hebben? Zo. Hier ook. Ik druk dat gewoon een beetje af. Dat hoort er wat mij betreft echt nog wel bij. Even schoonmaken. Welke witte inkt? Ik heb daar geen witte inkt voor gebruikt. Ik heb deze geëmbost met een Versamark. Dat is deze. Dat is van die plakinkt. En die heb ik daarna bestrooid met een witte embossingpoeder. En dan wordt het hartstikke mooie wit als je dat met een heat tool verwarmt. Dat is wat ik heb gedaan. Nou, dan moet ik nog een tweetal dingen uitstansen. En dat zijn de achtergronden. En die stans ik uit kraftpapier. Dus even een momentje. En ook die komen dus uit die mal van Studio Light. En dan hoop ik dat ik zo nog tijd genoeg heb om in een sneltreinvaart. Waar heb ik die mal nou weer gelaten, jongens? Hij ligt hier zo. Ik had zoveel spullen klaargelegd, omdat ik een beetje last had van keuzestress. Wat ik allemaal wilde laten zien. En ja, dan krijg je dit. Alleen die zo. Even tikken. Zo, daar ben ik weer. Dus deze ondergrond. En alles op de grond. Zo. En deze met die gaatjes. Wat ik dan vaak doe is met zo'n stiksel losmaak dingetje. Woord weer vergeten. Dan prik ik eventjes die gaatjes eruit. Of als het met geluk grote stappen snel thuis lukt, dat ook zo. Nou. Wordt nu natuurlijk gewoon één rotzooi hier op tafel. Normaal doe ik dat even fijn boven de vuilnisbak. Had ik heel handig geweest dat ik dit even van tevoren had gedaan. Maar dat weet ik niet. Maar ze gaan er in elk geval makkelijk uit. Dat scheelt vast. Ja, een torenmesje. Ik vind die wel fijn om dat ook hiervoor te gebruiken. Een speld werkt ook. Of een pick-up tool. Of een prikpen. Ook prima. Als het maar een puntje heeft, een puntje van je schaar. Wil ook wel eens werken. Hey, ik heb hier een eigen wijsje. Die wil er niet uit. Ga eens weg. Jij ook. Deze zit vast. Nou, dat is ook stom.
Ik heb vrij dik kraftpapier gebruikt. Wordt in de maling genomen nu. Zo. Hier nog twee. Nou, wat ik gedaan heb. Gompje nog zo'n ding. Nou, als je dus denkt dat je ze allemaal hebt, dan zit je ernaast. Dan vind je er ineens nog weer een paar. En wat ik gedaan heb, is dat ik deze dus ook weer met oxide heb bewerkt. Of met distress, sorry. Kijken of ik deze hele vervelende randjes er nog uit krijg. Dit is team eigenwijs. Zo. Oh, ik zit helemaal buiten beeld, sorry, ik zit niet op te letten. Zo. Nou is het eruit. Deze troep. Nou, voor wie van schutkaartjes houdt. Materiaal genoeg. Ik heb er geen boodschap aan, want ik doe het lekker weg. Dan heb ik even een onderleggertje nodig. Een stukje papier van het een of ander. En een blending tooltje. Die heb ik hier. Dan heb ik met de vintage foto, die ligt hier. Dan heb ik deze donkerder gemaakt. Nee, nog één en nog een verstekeling. Die wip ik er straks al uit. Je hebt trouwens van Studio Light, nou zie ik wel grapjes te maken over schutmateriaal. Maar van Studio Light komt er ook nog uit deze week, volgende week. Misschien is het al uit, ik weet het niet, want ik heb het zelf niet genomen. Maar van die blisters met van die plastic schutdingetjes waar je dus ook, en met mallen, om dus je eigen schutmateriaal te maken. Nou, dat is super leuk, want heb je dan een keer een leuk verpakking, materiaal, papiertje ergens van of wat dan ook. Dan kun je ook gewoon je eigen schutmateriaal uitstanzen. Nou, als we dan toch bezig zijn, dan doen we gelijk de randen hiervan. Even zo'n randje met inkt maakt het wat mij betreft altijd helemaal af. Zeker met al die schaduwtjes die ik altijd overal plant, kan de rand eigenlijk niet uitblijven. Zo. Je kunt zelfs nog een beetje zwart erin doen. Even kijken, die heb ik hier. Klein beetje zwart eroverheen. Vanaf vandaag in de winkel. Nee, jullie hebben beter opgelet dan ik. Zo. Ja, lekker zoet. Dit is foto. Nou, en wat krijgen we dan als we al die lagen op elkaar plakken? Dan wordt het dus zo. Ik ga hem niet meer vastplakken, want ik wil die anderen nog laten zien hoe leuk dat wordt. En dat gaan we zo. Girafje erop. En dan heeft die kaart al niks meer nodig. Het is een hele lange kaart met één giraf erop. Maar dat is je focal point. Daar gaat de aandacht naartoe. Tekstje erop. Mie. Hier komen. Tekstje erop. En het is hartstikke leuk. Zie je dat? En als je hem dan helemaal netjes afwerkt. Ik heb dan hier heb ik ook nog eventjes een distressrandje langs gemaakt. Dan heb je dus die kaart helemaal volledig. Met schaduwtjes, met randjes. Helemaal leuk. Niet in het, tuttig roze, maar in het geel. Wil je hem wel in het tuttig roze lekker maken en laten zien van de week, vind ik leuk. Dan heb ik die andere kaart. En die andere kaart dacht ik dat het wel leuk zou zijn om die ronde te maken, want die heb ik nog niet gedaan. Want ik heb hier
ook nog twee gekleurde plaatjes. En ik heb nog een oerwoud gemaakt. Waar ik dacht dat deze er misschien wel bij zou passen. En wat ik vaak doe is als je... Ik heb nog niet zo lang geleden een lijf gegeven met achtergrondtechnieken. En daar heb ik allemaal dit soort dingen in laten zien. Dit is gewoon Daniel Smit verf op een achtergrond gegooid. En dat was het dan. Water erop gespoten, druppels erop gegooid en lekker mee gespeeld. En dan maak ik een zootje achtergrondjes. En dan heb ik eigenlijk altijd wat. En dan moet ik hem alleen wel even nog een beetje bestempelen. En daarvoor gebruik ik dan deze stempel van Aal. Die staan ook bij de producten van vanavond allemaal op de website van de Duif. Zo. En laat ik dan dat gigantische stempelblok van Studio Light even gebruiken. Die ligt hier namelijk. Dat is handig. En dan neem ik wat van die vintage foto. Heb je een grote inkpad van de Distress, dan zou ik die nu pakken. Dat is namelijk veel handiger. En dan druk ik dit af. En dat hoeft helemaal niet netjes. Dat hoeft niet overal. Dat mag gewoon. En iets beter dan dit misschien. Dat... Ik ga het anders doen. Ik doe het gewoon lekker op de Ilse manier zonder stempelblok. Zo, kijk, dat gaat veel beter. Zodat je een beetje die hartjesstructuur erin hebt. Dat wilde ik laten zien, maar dat mislukte nogal hard. Maar laat me niet gek maken natuurlijk door een inktkussen. Ik word altijd smerig als ik aan het stempelen ben. Want... Zo. En ja, ik kan hem in mijn stempelhulp leggen, dan lukt het ook. Waarom wil ik dit? Ik ga deze uitstansen. En dat houdt in. Alweer. Even kijken hoor. Ik heb natuurlijk alles weer aan de kant gekieperd. Hebben jullie ook altijd last van kaboutertjes die stiekem al je spullen verstoppen terwijl jij er net mee gewerkt hebt? Dat begrijpt de mens toch niet? Nou, ik ben er stil van. Ik heb jullie die mallen toch laten zien. Van Studio Light, die kaartenmal met die ronde en die... Ja, dat weet ik zeker. Nou, dan zijn we snel klaar. Hoe kan dat nou? Ik vind die eerlijk. Doe eens normaal. Nou, ik zou zeggen, neem even een kleine pauze. Haal even wat te drinken, want Ilse is de spullen kwijt. Ik heb ze net gebruikt. Ik heb... Zo ver kan het nou ook weer niet zijn vanaf mijn stoel, zeg maar. Er gewoon dom overheen te kijken. En als je dan denkt, oh, maar er zitten allemaal mensen te kijken, kun je het helemaal niet meer vinden. Oh, het zit gewoon in mijn bakje. Ja, daar heb je blokjes voor om spulletjes in op te ruimen. Op zich wel logisch. Nou, dit is de vierkante. En ik wilde nu de ronde gaan gebruiken, omdat ik die nog niet gebruikt had. Nou, ik heb... mijn bril heb ik op. Maar daar is ook alles mee gezegd. Blijkbaar. En ik had die ronde had ik al... de achterkant van gemaakt. Dat is deze. Nou, hoe vouw je die achterkant? Kijk ik zelf ook eventjes hier. Die knik hier dubbel. Die knik hier dubbel. En dan vouw je deze, die lange. Die vouw je weer naar voren. Zo. Aan de andere kant van hetzelfde.
En dan komt die cirkel, die komt zo naar voren. Nou, het lag dus niet voor mijn papieren, maar gewoon in mijn opruimbakje. Hoe gênant wil je het hebben? Nou, dan gaan we met die kleine vormpjes, die gaan we uit dit gekleurde papier halen. Dus de binnenmaatjes overal van. Dus dit, dat zit altijd goed vast. Die twee zijkanten, de driehoekjes. Dan laat ik er nog even zien hoe dat wordt. Zo. Nou, die draai ik weer door mijn stansapparaat heen. Momentje. Kost wat moeite, maar dan heb je nog wat. Ik dacht, ja, als ik nou tijd over heb, en ik heb nooit tijd over, dan kan ik dat misschien wel laten zien. Dus anders had ik dit natuurlijk van tevoren gedaan, maar ik had eigenlijk niet verwacht dat we nog wat tijd over zouden hebben. Maar dan is dit ook wel leuk. Zo, wat zijn de onderdeeltjes? En dat heb ik dus uit mijn eigen gemaakte achtergrondpapiertje gedaan. Die heb ik gewoon gekliederd. En eigenlijk vind ik deze ook wel heel leuk op kraftpapier. Stiekempjes. Want dat wit is wel grappig, maar laat ik het randje hierachter van kraft maken. We gaan deze even aan de kant. Dan gaan we zien hoe het wordt. Die hebben we even niet nodig. Dan hebben we die andere helftjes nodig. Lekker niet voorbereid, maar gewoon nog even spontaan doorknutselen met leuke dingen. Dat moet ook kunnen, toch? Die kleine vierkantjes die moeten in het kraft, had ik bedacht. Maar het maakt op zich niet heel veel uit. Ik stans ze nu even in het kraft uit. Daar ging een klein vierkantje. Daar zijn we dan weer compleet met het hele bouwpakket. Zo. Nou, dat ging professioneel naar de grond. Dat is leuk met al die kleine onderdeeltjes. En daar zijn die magneetmatjes heel handig voor. Zei het niet dat ik toen niet bij de hand heb. En dan gaan we deze eens even in elkaar plakken.
die achtergrond. Nou, hier vind ik echt nog wel leuk om nog iets met een hartje te doen als je deze op die cirkel plakt. Dus ik pak even die hartjes erbij. En die distress inkt. Dan vind ik het echt wel leuk om daar nog eventjes zo... mee te rommelen. Zo. Die zet ik hierop. En ik druk die gewoon met mijn handen af. Ik ben helemaal niet bang voor. En die is nog niet mooi. Pak een penseeltje. Dan ga ik even in die hartjes. Of in een paar hartjes eigenlijk. Om ze wel wat duidelijker naar voren te krijgen. Nou, daar komt mijn poppetje. Een afbeeldingje moet ik zeggen. Maar dit grote hart is wel leuk als je dat echt netjes maakt. Want dat komt dan zo boven die... Kijk hoe leuk. Ik vind deze echt zo schattig, die luiaardjes. Dus ik had al gehoopt dat we nog wat tijd zouden hebben. Oh, die kleine onderdeeltjes. Al uitkijken met de stofzuiger straks. Zo. Yes, dit klopt nog. Nou, dan ga ik eerst die kraft erop plakken. Even kijken hoor. Deze kaart, hoe groot die is? Dit is gewoon bijna standaard kaartformaat. Hier, let op, 16. Iets 16,5. Bij... 10 ongeveer, even grof gemeten. Dus inderdaad, wie dat net riep, 16 bij 10, die zit aardig in de buurt. En deze stanzen die zijn dus ja, sinds deze week te koop bij Studio Light. Al ben ik die cirkel weer vergeten, jongens. De handen op. Even die cirkel uitstanzen. Zo, nou heb ik alles hoor. Het wordt hier steeds grotere zooi. Ik hoop niet dat jullie alles horen omvallen, maar dat zal vast wel. Ik heb wat te doen zometeen. Dat krijg je als je denkt, we doen nog even spontaan iets. Ik had een heleboel spullen klaargelegd, maar eigenlijk te veel. En dan heb ik hier maar een heel klein plekje. En dan wordt het al gauw een rotzooitje, maar... Ach, rotzooi is ook gezellig. Tot op zekere hoogte. Dan plak ik eerst overal even die kraftstukjes. Ja, kan je zo'n kaart zelf maken? Ik zag net ook die vraag zonder stans. Ik denk het dat er best mensen zijn die dat kunnen. Of je het moet willen, dat weet ik niet. En als je dit ontwerp letterlijk namaakt, is het eigenlijk ook nog verboden. Omdat je natuurlijk het ontwerp van iemand aan het pikken bent. En ik denk, ja, ik weet niet wat de stansen... kan natuurlijk niet in ieders portemonnee kopen, maar... Ik vind altijd wel, weet je, er zijn mensen die hier die hebben moeite gedaan om deze stans te maken. Yoshina is al goed in namaken. Dat laten wij nu met elkaar gewoon netjes. Als je iets, ja, als je iets wil maken, hè, laten we dan ook netjes de bedrijven eer aan doen die daar het recht toe hebben. En dat vind ik wel belangrijk. Nou, waarom begin ik met dit zo vast te plakken? Je kunt hem zo makkelijk opbouwen. En als je eventueel nog
op je zelfgemaakte achtergronddeeltjes iets wil stempelen. Je zag mij net even gauw ontzettend falen met die stempel. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon goed gaan. Kun je die kleine stukjes ook los stempelen. Als je denkt van joh, ik wil hier nog wat bij, ik wil hier nog wat bij. En dat werkt niet meer op het moment dat ze al gemat zijn. Joe, lijm aan mijn vingers. Dat vind ik altijd wel vies. Lijm aan mijn vingers. Je mag van mij inkt, verf, maakt allemaal niet uit. Maar als het plakt aan mijn vingers, dat moet er wel zo snel mogelijk vanaf. Daar kan ik slecht tegen. Maar vieze vingers, ja, die heb ik altijd. Ik ben nog geen 2 seconden bezig of ik zit al onder. Ik sta bij mijn huisarts op zijn bureau. Oh. Nou, eens kijken of ik dat kleine vierkantje zonder pincet opgeplakt krijg. Nee. Ik wil geen pincet pakken, dat is nog meer rommel. Gaat gewoon lukken. Maar deze kaartjes zijn helemaal niet zo klein. Ze noemen het wel kleiner als Studio Light. Maar Studio Light heeft altijd best wel grote kaartenmallen. En deze, dit is gewoon een standaard maatje eigenlijk. Dus niet eens zo heel klein. Zo, nou. Er was ooit nog een deel 2 van. Yes. Gewoon 10 bij 15 kaart is natuurlijk helemaal niet verkeerd. Het is gewoon A6. Zo. Nou, dit kan echt allemaal heel veel handiger als wat ik nu aan het doen ben. En ook met heel veel minder lijm. Maar goed. Nou, nu kun je voor de beeldvorming even alles gaan neerleggen. Waar komt deze haar vandaan? Echt, hè? Zo. Dan wordt een soort jungle Valentijnskaart dit. Ook weer met die leuke dingen van Aal erin. En zo kun je schattig en stoer heel leuk met elkaar combineren. Dat is gewoon, kijk, superleuk. Kijken of ik ze overal goed heb gelegd. Zo waar in één keer ook. Kan deze kaart in een gewone envelop? Heb ik een gewone envelop? Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk het eigenlijk net niet. Zo, hartje hierboven. Gewoon een envelop is voor A6. En dit is volgens mij... Ja, dat past. Ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Of het past. Ik heb geen envelop hier bij de hand. En mijn kaart is niet af. Dus dan sneuvelt het zo en zo. Maar ik denk, kijk, je kunt zo en zo dit omvouwen natuurlijk, die klepjes. Dus waarom zou het niet passen? Dat moet haast wel passen. Deze dan. Zo. En dan heb je die tekstjes nog die je erop kunt doen. Bijvoorbeeld zo. Thanks for being my number one. Of I love us. I love us. Zo leuk. Maar waarom ik nu net zei van ja, je kunt ook... dit wordt hier nu wel echt heel erg. Nou ja, een beetje jungle-achtig dus, met groen en bruin. Maar ik ben nog niet helemaal blij met hoe die uitwerking nu is. Dus pak even mijn stempelhulp. En dan heb je... Ja, Josette, ik weet het. De sticky grid. Die zou je er hierin kunnen doen. Maar ik heb ook gewoon tape. Dubbelzijdig tapeje. Werkt ook. Zoals dit oranje tape. Of iets wat minder heftig plakt. Dat zou je ook... En dan doe ik even een klein stukje tape erachter. Het is altijd van dat rottape om los te peuteren. Maar ik geloof dat ik hier mazzel heb met een hoekje wat er los zit.
Zo. Dan kun je hem hier plakken. Dan kun je ook zeggen van joh, ik doe het even netjes met mijn stempel. Hopelijk deed ik net grote stappen snel thuis. Nou, je zag hoe dat niet goed ging. Maar ja, dat kan soms ook gewoon wel prima gaan. En dan leg je hier je stempel op. En zo. En ik heb nu trouwens de stempel op van Studio Light gepakt. Die is net een klein slagje kleiner. Pas op dat je dat kleine vierkantje niet kwijtraakt. Ja, hier zo ligt er ook een. Maar er is ook al wat op de grond gevallen. En het andere kleine vierkantje ligt daar. Dus dat is nog een end van de grond af. Dat gaat helemaal goed komen. Maar thanks. En dan vind ik eigenlijk een grote vintage foto. Maar die heb ik hier natuurlijk weer niet liggen. Nou, ik ga niet weer 1000 bakken doorspitten. Daar heb ik nu geen zin in. Dan doen we het toch met de mini. Zo. Heb ik dat een beetje op de goede plek gedaan? Niet echt, geloof ik. Zo, dubbelzijdig tapeje heb ik eronder. Nou, dit ging dus weer niet op de goede plek. Dat zei ik al. Zo. En dan heb je nog een beetje die vorm erin. Je kunt best de twee dubbelzijdige tapejes erachter doen als je wilt dat die helemaal niet verschuift. Beetje water eroverheen voor het mooie effect. En als je deze nu zo, en deze kun je nu heel leuk dus hier weer plakken. Tapeje zit er al achter. Ga ik zo meteen nog wel beter plakken. Zie je? En zo krijg je echt wel een heel leuk, super schattig, ook fris kaartje. Deze zou ook prima voor een jongetje kunnen. Of voor, dan zou ik alleen nou ja, de titel misschien wat veranderen. Maar dat, ook dat maakt niet uit. En deze kun je ook weer, want ja, dat is toch wel iets wat ik altijd graag doe. Eventjes de randjes bewerken. Dat maakt het gewoon allemaal net even wat netter. Zegt degene die hier net ontzettend heeft zitten knoeien. Hier ook. Hats. Even die rand in de oxide zetten. Of in de distress bedoel ik. En of je daar nou gewoon distress voor gebruikt. Of oxide. Dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Ja, die sticky grid die heb ik inderdaad net genoemd. Ik heb dat alleen niet. En iedere keer als ik wat bestel, dan denk ik er niet aan. Of dan is het uitverkocht. Of en deze dubbelzijdige tape, die plakt wel enorm. Dus daar moet je toch ook nog wel weer een soort voorzichtig mee zijn. Nou, gaan we lekker in elkaar plakken. Eigenlijk. Zo, irriteer ik me gewoon aan die tape. Hup, weg. Gewoon lijmen. Ik vind het altijd knap dat iedereen met al die tapejes aan de gang is. Maar ik ben echt een lijmdoos. Ik lijm het liefst alles gewoon. En voor de dames die echt heel goed zijn in kaarten maken. Want ik vind kaarten maken echt heel leuk, maar ik moet ook heel eerlijk zijn. Als er echt wel dames zijn die daar veel beter in zijn als ik. Dat ik vind het altijd leuk als ik een kaart maak. Dat het toch ook een beetje van mezelf lekker opgekliederd is. Net als dit. Lekker even knoeien. Met verf, met inkt. Dat vind ik leuk. Zo. Dit moet
maar gewoon drogen, vind ik. Hopsakee. Lijm erop. Je knoeit niet, je bent kunstig bezig. Is ook prima. Kunstig knoeien. Ook goed. Ik vind het allemaal mooi. Zo, hier nog een lekker laagje langs. Nou, zo hebben we, zijn we aardig multimerk bezig geweest. Is dat een woord? Want nou, de stempels van de MFT gebruikt. En van Aal. En dan hebben we de mallen weer van Studio Light. En zo kun je natuurlijk alles wat je in huis hebt schitterend met elkaar combineren. En ja, ik vind het altijd wel leuk om iets... iets stoerders te maken. Ik ben niet altijd helemaal van het liefelijke. Nou, dit met die beestjes, ja, dat vind ik echt, die vind ik te leuk. Maar dat past dan ook wel weer heel leuk bij een wat stoerdere achtergrond, zoals hier. Vind ik. Je kunt het natuurlijk ook veel cleaner doen. Als je deze met een ander soort achtergrondje doet, of gewoon een effen achtergrond. Dat kan net zo goed. Gaan we deze dingetjes even vastplakken nog. Even spieken. Joep. Altijd. Zo, die moet daar. En zo zie je dat je dus met je eigen achtergrondtechniekjes, en voor wie daarin nog geïnteresseerd is, die live, die kun je op mijn YouTube terugkijken. Of bij de evenementen van dat duif, dan moet je even naar vorige evenementen kijken. Heb ik een heleboel achtergrondtechnieken laten zien met Daniel Smit. Het aquarelverf. Die niet alleen met Daniel Smit kunnen, maar dus ook met andere aquarelverf. En zo kun je dus je eigen designpapiertjes maken. Nou, een beetje erop stempelen. En je hebt iets heel, heel authentieks. Iets wat niemand heeft. En wat je ook geen tweede keer zal maken. Nou, dit is natuurlijk heel leuk. Om hier een stukje 3D tape of zo achter te plakken. Nou, die heb ik niet. Dus dat gaan we gewoon niet doen. Toen moet ik heel hard gaan graven waar ik dat heb opgeruimd. Want ik heb het wel. Maar vraag me niet waar. Wat ik vaak doe is om het 3D te laten lijken, is lekker een beetje schaduw erachter kleuren. Zo, kijk. Hartje daar. Even goed plat duwen. Hey. Een verstekelstipje. Nou, twee kaarten gemaakt in één lijf. Helemaal top. Ik ben met kaarten gestopt, ja. Nou, ik maak best wel veel kaarten, eigenlijk. Ik doe er nooit wat mee. Zo, stukje karton erachter. Ja joh, het idee is duidelijk, daar gaat het toch om voor jullie ook. Dat hier kun je natuurlijk allerlei nog met, ook met zwart nog wat dingetjes opstempelen om het nog... wat meer te laten knallen. Maar het idee voor vanavond is denk ik hartstikke duidelijk. En kijk, je kunt ook hier, je kunt die tekstjes overal nog. Want kijk deze. Als je deze nu zo naar buigt en neerzet. Kijk zo leuk. Dan kun je dus zo neerzetten. Ja, dat, zo zien jullie niks. Maar als ik hem zo neerzet. Dan had je ook deze tekst gewoon hier kunnen plakken. Zie je dat? Ook grappig. Het lijkt als je hem zo doet. Maar dan moet je hem wel zo doen. Als je hem zo doet, een beetje raar. Maar dat is het niet. Nou, en over die postvraag kun je hem opsturen. Nou, je kunt hem ook zo erin doen. In je envelop. Of, ja, dan had ik dit iets meer naar links moeten doen. Maar met die klepjes... Oké, gaat hij krak.
met de klepjes naar binnen gevouwen. Kun je hem ook in de, op de post doen. Dus ja, ik denk dat het antwoord past hier in een envelop. Met gemak past hij in een envelop. Nou, dan heb je deze kaart. Hoe leuk, hoe leuk, hoe leuk, hoe leuk. Dan hebben we deze. Ja, dan hebben we aardig, dan heb je zo een hele leuke collectie bij elkaar. Dat mag wel duidelijk zijn. Nou, ik ben voor nu wel klaar, denk ik. Volgende week, woensdag, ben ik er met een pastel. En vrijdag hoop ik, nou ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Vrijdag hoop ik iets te kleuren, maar het ligt eraan of het op tijd binnenkomt. Dus dat beloof ik nog niet. Dat gaan we even bekijken. Maar nou, bedankt dat jullie gekeken hebben. Het was weer hartstikke gezellig, vond ik. Het was een beetje rommelig met alles wat ik kwijtraakte. Maar hoe meer spullen je mij geeft, hoe meer ik er kwijt maak. Dat is ook een talent. Dus nou, bedankt voor het kijken. Heel fijn weekend. En tot volgende week hopelijk weer. Doei doei.